Ik ben Roos. En ik ben Quint. En we zijn hier op het Abdijplein in Middelburg om de gedeputeerde meneer Debat te interviewen over de Zeelandregatta. Bent u zelf sporter? Ja, ik heb lang gevoetbald. En toen ik dat niet meer kon, ben ik scheidsrechter geworden. Dat heb ik ook niet meer. Ik heb niet meer zoveel tijd, dus dat is wel een beetje jammer. Dus wat ik nu vooral nog doe, is hardlopen. Dus ik ga 2 keer in de week en dan ook nog in het weekend. Dus 3 keer in de week ga ik een rondje hardlopen. Ik moet wel een beetje fit blijven natuurlijk, hè? Ja. En heeft u ooit gezeild? Meegezeild, dat wel. Maar dan vaak met een grotere boot waar we met veel mensen op kunnen. Ik heb nog nooit in een kleine zeilboot gezeten of welke kleine boot dan ook. Dus dat is wel een beetje jammer eigenlijk, hè? Want volgens mij vinden jullie dat heel erg leuk. Dus dan zou ik het eigenlijk ook wel eens gedaan moeten hebben. Maar goed, ik heb het nooit gedaan, dus wie weet kunnen jullie het mij nog eens leren. U bent lijsttrekker voor het CDA bij de komende verkiezingen voor de Provinciale Staten. Daarbij bent u ook nog gedeputeerde. Wat heeft u in portefeuille? Ik heb inderdaad 2 rollen, dat is wel eens ingewikkeld. Gedeputeerde heb ik sport in portefeuille, maar ook economie en financiën. En sport is natuurlijk een hele leuke portefeuille, want dan kom je overal, mag je bij leuke evenementen zijn en vaak ook dingen doen bij evenementen. Hè. Dan moet je soms wel meedoen bij sporten die ik helemaal niet leuk vind of helemaal niet kan. Dat is wel eens ingewikkeld, maar toch doen we dat dan gewoon. Als lijsttrekker vind ik dingen ook belangrijk. Sport is voor Zeeland gewoon heel erg belangrijk, want sportevenementen zijn leuk voor mensen om naartoe te gaan. Maar bij sportevenementen ontmoet je vaak ook hele goede sporters. En dat kan jou dan weer stimuleren om nog beter je best te doen, want dan wil je ook zo goed worden. Maar breedte sport, wat jullie doen, is ook heel belangrijk. Want uiteindelijk wil je met je sporters naartoe. Je wil dingen leren, je wil dingen kunnen, je wil een prestatie leveren. Maar vaak is het ook iets waarvan je heel erg kunt genieten. Als je een keer lekker gezeild hebt, dan ben je ook heel blij en vrolijk. En dan ga je ook weer graag naar school. Dus die combinatie is heel belangrijk. In Zeeland moeten we dat vooral blijven doen. En hoe past de Zeelandregatta aan het beleid van de provincie? Ja, dat is dus zo'n mooi evenement of een mooie wedstrijd die dus ook prima zou passen in wat wij doen. Dus ik hoop dat er heel veel mensen naartoe komen, dat die allemaal meedoen aan de Zeelandregatta en dat uiteindelijk voor jullie ook iets oplevert. Hè? Dat je misschien heel hoog eindigt of dat je in ieder geval veel nieuwe vrienden of vriendinnen lid kennen. Want dat is ook belangrijk bij dat soort momenten. Er komen een heleboel mensen naartoe en die ontmoeting is heel belangrijk. Met de Zeelandregatta heeft Zeeland er weer een echt internationaal zeilevenement bij voor open boten, keelboten en sportboten. We zijn er heel blij mee en het is een mooi begin. Maar wat denkt u dat we nog meer kunnen doen om de watersport in het algemeen te promoten in Zeeland voor de jeugd? Ja, ik stel de vraag ook aan jullie. Wat denken jullie dat we kunnen doen? En want als provincie kunnen we natuurlijk wel dingen verzinnen, maar als jullie daar niet aan mee willen doen of andere zeilers ook niet, ja, dan organiseren we het voor niets. Dus we proberen altijd in contact te komen met mensen die iets willen organiseren en dan gaan we samen kijken of het voor Zeeland een succes kan zijn. En voor ons is het dan van belang dat het iets is wat mensen naar Zeeland trekt, andere mensen dan die we nu hebben. Dat er bijvoorbeeld mooie beelden gemaakt kunnen worden die dan de wereld overgestuurd kunnen worden. En als dat erin zit, dan zijn wij altijd, omdat het ook een kernsport is, bereid om mee te doen en mee te denken. En ook geld beschikbaar te stellen voor zo'n evenement. Oh, waar denkt u aan bij Zeeland? Goeie vraag, want eigenlijk bij mij schieten er gelijk allerlei dingen door mijn hoofd. Ik ben zelf ook dicht bij het water geboren, dicht bij de Oosterschelde. En ik vind Oosterschelde een van de mooiste plekken van Zeeland. Op elke plek is er iets anders. Hè. Je kunt bij Neeltje Jans lopen en dan zie je die enorme mooie bouwwerken die we gemaakt hebben om het water te beheersen. Maar je kunt ook op plekken lopen waar juist heel veel slikken zijn. Je kunt bij zandbanken terechtkomen waar zeehonden liggen. Altijd ook heel veel dieren. Dus voor mij is Oosterschelde wel de plek waar ik direct aan denk als het gaat om Zeeland. Maar we hebben natuurlijk heel veel meer. Hè. We hebben prachtige bossen waar je kunt zijn. We hebben ook een hele mooie industrie. Hè. Want ja, uiteindelijk willen jullie straks ook een baan. Dus dat hebben we ook. Dus ik denk eigenlijk, bij mij gaat er van alles door mijn hoofd. Dus ik kan niet zeggen 1 ding. Weet u de slogan van de Zeelandregatta? Nee, ik heb geen idee. Serious competition, serious fun. Nou ja, volgens mij is dat wel een hele leuke slogan. En welk deel vond jij het leukst van die slogan? Serious competition. Ja, ben je zo fanatiek? Het is wel een mooie combinatie. Hè? Dus aan de ene kant zegt hij van je moet echt presteren, want het gaat wel ergens om. En jullie willen ook wel echt plezier hebben in wat je doet. Dus volgens mij is dat weer wat ik net zei over topsport en breedtesport. Die combinatie heb je nodig. Aan de ene kant presteren is hoort er ook gewoon bij. Dat is ook goed. Hè? Op school moet je presteren, maar ook in je sport. Maar je moet ook echt wel serieus plezier hebben.
Ja, en als je meer plezier hebt, ga je ook weer beter sporten. Dus het heeft allemaal met elkaar te maken. Het wordt een sportief, maar vooral ook heel gezellig evenement waarbij Zeeland in het zonnetje staat. Ja. Komt u ook kijken? Hebben jullie al een datum voor mij? 5, 6 en 7 juli. Nou, dat is voor de zomervakantie en ik ben dan nog niet weg, dus ik beloof dat ik kom kijken. Moet je wel even doorgeven wanneer jullie zeilen, hè? Want dan vind ik het ook wel leuk om jullie bezig te zien. Als jullie dat doorgeven, dan kom ik kijken, afgesproken. Zullen we een hand geven? Spreken we af, hè? Ja. Doen we. Tot dan. Tot dan.